eigenlijk is het zo dat alle informatie die niet expliciet is, dus die niet duidelijk is uitgesproken, dat ik dat niet meekrijg. Dus je krijgt dan de meest rare situaties eigenlijk, omdat je je handelen baseert op onvolledige informatie. Veel mensen die autisme hebben, maar niet allemaal, die hebben last van sociale situaties. Dus situaties waarin meerdere mensen bij elkaar zijn. En die vinden dat ingewikkeld om in die sociale situaties goed te begrijpen, te snappen wat er nou gebeurt. Die mensen zijn niet dom, sommige mensen zijn ook heel erg slim. Mensen met autisme willen vaak weten waar ze aan toe zijn, willen duidelijkheid, willen dat iemand ook doet wat hij zegt, willen dat er geen veranderingen komen in een route naar school bijvoorbeeld, enzovoort. Dus dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met die voorspelbaarheid. Eigenlijk is autisme voor mij is dat een heel serieuze handicap. Maar ik ervaar het wel als een handicap met mogelijkheden. Het is niet zo dat je autisme hebt en dus niks kunt. Autisme spectrumstoornis is ook een beetje een ongelukkige term. Het is niet altijd een stoornis. Je kunt beter zeggen, autisme is een kwetsbaarheids- en sterkteprofiel. Wat voor iedereen er anders is. Dan is het dus belangrijk, dat is dan ook meteen het vooruitzicht, dat je begrijpt hoe dat profiel bij jezelf in elkaar zit. Dus welke situaties zijn voor mij moeilijk? Welke situaties moet ik echt vermijden? En hoe kan ik met die moeilijke situaties op een andere manier omgaan, zodat ik er minder last van heb?